Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe week vlog. Het is vandaag maandag 17 juni volgens mij. En als je heel veel zin hebt in deze week vlog, doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is nu 7:30. Ik moet zo meteen weer een weekje werken. En ik dacht, ik ga vandaag voor jullie weer een nieuwe vlog beginnen. Ik moet wel een aantal dingetjes doen. En ik heb dus vandaag weer voor het eerst een lange jurk aan. Ik hoop dat het een beetje is te zien. Maar dit is de print. Alleen, wat voor schoenen doe je hier onderaan? Ik weet het gewoon echt niet. Dus daar moet ik zo meteen eventjes naar kijken. En ik ben dus nu mijn tas in orde aan het maken. We gaan namelijk vandaag naar het Rijksmuseum in Amsterdam. En ik mag dus vandaag aan groep 7 bekendmaken dat ik volgend jaar groep 8 krijg. Dus ook weer aan jullie. Ik krijg volgend jaar nog een keer groep 8. En dat is dus mijn oude groep van vorig jaar. Dus dat is wel echt super toevallig. En heel erg leuk. Dus dat. Ik ben dus nu eventjes mijn lunch aan het klaarmaken en alles. Want wij gaan rond 11 uur gaan we naar het Rijksmuseum toe. En dan moeten we dus ook daar even in de bus moeten we even lunchen. Want we zijn pas om 3 uur klaar. Dus ik ben dus nu eventjes gewoon alles aan het klaarmaken daarvoor. Dus dat. En dan ga ik zo meteen ook eerst even naar de huisarts. Omdat ik de laatste tijd best wel veel hoofdpijn heb. En dan ga ik richting werk. Oké, ik dacht misschien vinden jullie het leuk om te zien. Ik heb dus een shakeje mee. Die neem ik zo als ontbijt. Dan heb ik dit als tussendoortjes. Thee en lunch voor in de bus. Dus dit ga ik nu meenemen. En daarom waren ze ook heel trots op hun werk. En nou, ik ben weer terug op school. We zijn dus naar het Rijksmuseum geweest. Dat was echt heel erg leuk. We hadden ook echt een leuke rondleiding. Dus echt een aanrader om met je klas naartoe te gaan. En we gingen gewoon met de bus heen en terug. En ik ga nu nog een aantal dingetjes doen voor werk. En dan ga ik lekker naar huis, want ik ben wel moe. Omdat het best wel een lange dag was. Dus ik ga even dit snel afmaken. Nou, ik ben weer thuis van werk. En ik heb eventjes mijn eigen nagels gedaan. Ik doe dat gewoon met Biap. En ik ga nu eventjes lekker sporten. Ik ga even een spinningslesje doen. Ik heb er niet super veel zin in. Maar als ik dan geweest ben, dan ben ik altijd wel echt super blij. Dus daar gaan we voor. En daarna moet ik even koken. En dan komt mijn vriend ook thuis en dan kunnen we samen eventjes eten. Maar in ieder geval, mijn nagels zijn dus weer gedaan. En ik heb ze gewoon heel licht roze gedaan. Heel simpel. En morgenochtend gaan we voor het eerst de hele musical doen. Dus ik ben echt super benieuwd hoe dat gaat zijn. Good morning. Het is vandaag dinsdag. En ik ben fietsen naar werk. Ik ben helemaal trots op mezelf. Het gaat wel vanmiddag regenen. Dus de timing is niet top. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, wij gaan straks de hele musical oefenen. Ik ben heel erg benieuwd. Het is de eerste keer dat wij het ook helemaal gaan zien. En ik heb dus eergisteren, heeft mijn vriend mijn extensions uitgehaald. Want ik twijfel gewoon heel erg of ik nog extensions wil. Gisteren, als ik mijn haar los heb, zie je eigenlijk bijna geen verschil. Maar het is gewoon wel dan echt heel dun nu. Dus nu ook met het vlechtje. Het is echt een babyvlechtje. Dus ja, dat is dan eventjes niet anders. Dus ik twijfel heel erg wat ik met mijn haar wil. Maar ja. In ieder geval, ik ga nog even ontbijten. Ik heb even lekker een shakey gemaakt. En ik dacht, dan ga ik dat gewoon lekker even op werk opdrinken. En daar heb ik gewoon kwark en melk en zo in gedaan. En proteïnepoeder. Dus dat is eigenlijk een beetje de planning. En mijn bureau is echt een rommel. Gisteren was ik mega laat natuurlijk terug van het Rijksmuseum. Dus alles is een beetje een bende. Liedje van mij. Oké, ogen dicht. Snel zitten. Stationsgebouw. Het gewonde kind moest opgehaald worden met de traumahelikopter. Schrijf op traumahelikopter. Kijk hem op het bord. Hoe schrijf je traumahelikopter? Good morning. Het is vandaag woensdag. Ik ben me aan het klaarmaken voor werk. Ik ga even mijn haar doen.
En ik heb dus weer een nieuwe jurk aan. Hij lijkt een beetje op die van gisteren, maar hij is wel anders. En ik wil er weer schoenen onder doen en ik heb geen idee. Echt zo'n nutteloos probleem, maar het voelt wel als een probleem. Want ik wil gewoon hieronder leuke zwarte schoenen of zo, maar ik weet gewoon niet wat. En voor sandaaltjes en zo vind ik het nog te koud. Dus misschien ga ik hier mijn Dr. Martens onder doen, maar ik vind het gewoon niet mooi staan bij mij. Maar ik denk dat ik het toch ga doen. Dus ik ga het even laten zien. Kijk, ik denk dat deze er echt het best onder staan. Maar ik vind het zo vreselijk bij mij staan. Nee, het is even niet anders. Ik ga nog alleen eventjes mijn haar doen. En dan ga ik richting werk. Nou, ik ben op school aangekomen. Even mijn bord aanzetten. Vandaag lekker een korte dag. En ze gaan vandaag ook wat dingen afmaken. De computer het doet. Maar eerst moet ik even het bord klaarzetten. Het is al wel bijna af. Goedemorgen. Het is inmiddels alweer na schooltijd. Ik weet eigenlijk niet of ik vanochtend had gefilmd. En ik heb een pakketje die ik ga openmaken. Ik dacht al wat wel staat. Jullie zaten al te kijken, hè? Ga ik het met jullie voor het eerst uitproberen. Oeh. Het is van Geo Rockers. Hebben jullie dat gezien op TikTok? Nee. Kijk, ik ga het laten zien. Wat denken jullie dat het is? Een poster? Nee, ja, een kaart. Speelmat. Ja, ja. Het is eigenlijk Twister, maar dan voor topo. Wat leuk. Leuk bedacht, hè? We hoeven eigenlijk geen topo meer. Zo. Ja, kijk, hij is nu heel groot. Ach, misschien als ik hem zo leg. Zo. Kijk, en dan heb je... Beweeg je handen en voeten door Europa. Wring je door de gekste bochten en laat zien dat jij niet alleen het beste evenwicht hebt, maar ook de meeste kennis van Europa. En dan heb je gewoon een spel. Kan je gewoon met het digibord doen. Of bijvoorbeeld op een laptop. En dan staat er bijvoorbeeld... Doe je rechtervoet op Nederland. Nou, dat is daar. Ja, dan ga je dat zo doen. Zo. En kijk, en dan zie je hier die stipjes. Ik moet die met mijn vieze schoen erop. Mooi, hè? Nou, ik zal even de linkjes in de beschrijving zetten. Maar hier zit ook de QR-code. En dan kan je dus het spel spelen. Zullen we het één keer proberen? Ik ben heel benieuwd. We gaan het proberen. Ik heb weer iets nieuws voor in de klas wat ik graag met jullie wilde delen. Ik heb namelijk deze kaart van Geo Rockers gekregen. Ik heb nu de kaart van Europa, maar je hebt ook de kaart van Nederland. En door bewegend leren kan je dus de topo doen met je klas. Echt een superleuke manier om de topo aan te bieden. Nou, het is inmiddels woensdagmiddag. Ik ga zo meteen bij mijn vader eten. Dat doe ik dus echt elke woensdag. En we bestellen eigenlijk 9 van de 10 keer sushi. Maar in ieder geval, ik ben net even langs de Action geweest. Want morgen gaan we op schoolreisje naar Duinruil in Wassenaar. En ja, het is heel erg, maar ik had dus eigenlijk geen rugzak. Ik draag altijd handtassen, maar voor zo'n pretpark is een rugzak toch wel handig. Dus ik heb echt een hele simpele, volgens mij was die 4 euro. Even gekocht bij de Action. En toen heb ik gelijk ook snoep en van die handdoekjes voor je haar gekocht. Vaatwastabletten. Dus ik ben helemaal voorbereid voor morgen. Dus ik ga nu naar binnen en dan ga ik lekker naar mijn vader toe. Misschien zijn er nog pakketjes geleverd, moet ik even kijken. En dat eigenlijk. Echt heel veel zin in morgen, heel leuk met mijn klas. Good morning, het is vandaag donderdag en wij gaan zo op schoolreisje. Ik ga mijn camera niet meenemen, maar ik zal met mijn telefoon proberen wat te filmen. Alleen bij ons mag de bovenbouw alleen lopen, dus ik moet echt eventjes kijken wat lukt. In ieder geval, ik heb er echt heel veel zin in. We gaan dus naar een attractiepark en ik hou daar echt van. Maar we gaan het eerste kwartier nog even rustig lezen. Dus dat zet ik even op mijn bord. En even mijn waterfles vullen. En ontbijten. Maar met telefoon. Oh, moet ik even filmen van je? Maar, jij, hier is het. Dus heeft deze wel leuk, toch? Ja, hier is het. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben helemaal gesloopt. Het was echt een superleuke dag.
Maar een schoolreisje is gewoon mega intens. Andere juffen en meesters die gaan dit echt begrijpen. Maar het is gewoon intens. En we gingen ook nog eens fietsen met 90 kinderen of zo. Dus ja, het was lekker uitdagend. Maar ik ben dus nu lekker thuis. En ik ga nu lekker op de bank zitten. Het was op een gegeven moment dus echt heel misselijk. Ik ben echt in bijna alle attracties geweest. En ik werd op een gegeven moment echt heel misselijk. Dus ik dacht echt, als dat maar goed gaat. Maar gelukkig is dat goed gegaan. En ik ga nu gewoon even wat kijken. Misschien, ja. Ik ga even limonade drinken en eventjes wat kijken. Met de laptop gewoon even rustig aan. Want morgen hebben we ook nog gewoon een schooldag. Het zou fijner zijn als het op vrijdag zou vallen. Maar ja. Het was wel best wel rustig. Ja, ik ga ook even echt nieuwe kleding kopen. Good morning. Ik heb vooral een nieuwe zonnebril nodig. Ja, ik heb dus nu een van Lovies die ik heel fijn vind. Ja? Ja, zijn ook maar 15 euro. En deze vind ik wel een mooie prijs. Nou, good morning. Zij gaat ook naar New York. Het is vandaag zaterdag en ik ben in de stad samen met Dan. En we zitten bij de Jonah Juice. Lekker eten. Volgens mij heb ik gisteren echt helemaal niks gefilmd. Oh ja, ik heb mijn extension uit mijn haar gehaald, hè? Ja, dat zag ik op je... Zag je het? Ja, maar kijk, mijn eigen haar is wel echt lang. Ja. Alleen, ja, mijn haar is gewoon heel dun. Daarvoor had ik het natuurlijk ook genomen toen. Dus ik denk dat ik geen extension meer ga nemen. Maar is het dunner geworden door je extension? Nee, ik had altijd al heel dun haar. Misschien ietsje dunner, maar niet opvallend dunner of zo. Maar ja, ik was natuurlijk ook altijd helemaal in Breda. Dat is echt ver, snap ik. Dus ik ga nu gewoon natural door het leven. Maar misschien ook wel fijn voor de zomer. Ja, op vakantie is het heel vervelend. Ja. Dus ja, ik ben er op zich wel gewoon. Ja, echt de eerste keer. Ik heb jou een specie op. Oh, ze heeft bij mij alsnog pesto opgedaan. Mm. Ja, nee, maar dan mag ik het wel. Maar meestal zit er in pesto, pijnboompitten en ja, wat zit erin? Oké, nou, bon appetit. Oh ja. Komt de influencer hoor. Nou, ik ben terug uit de stad. Ik was samen met Denise even in Den Haag. En we hebben even wat geshopt. En ik ben nu weer thuis. En wij gaan dus nu heel eventjes naar de Quantum en de Jisk. Omdat we heel graag iets willen kopen voor het balkon. Dus dat gaan we nu eventjes doen. En ik zal straks dan eventjes laten zien wat ik heb gekocht. Want om dat nu te doen is niet zo heel handig. Want we gaan nu weg. Maar ik heb in ieder geval best wel wat leuke dingetjes gekocht. En dat zal ik straks eventjes laten zien. Nee. Maar we hebben best wel iets voor in de keuken toch? In het midden? Ja, maar dit is voor buiten. Dat snap ik, maar zoiets. Ja, is wel leuk. Maar dan moeten we die andere. Gewoon van hout. Ja. Ja, wij zijn beland in de IKEA, want de rest was allemaal dicht. En we zijn dus aan het kijken voor tuinsets. Maar ze hebben echt heel weinig. Dus we gaan nu naar de koopjeshoek. Even kijken wat voor een zooi ze hebben, wat we kunnen halen. Soms zitten er wel leuke dingetjes bij hoor, in de koopjeshoek. Nou, nog een nieuw bed. De helft ontbreekt. Nou, ik ben eindelijk weer thuis. Weet, mijn vriend en ik waren dus samen even naar de IKEA uiteindelijk geweest. Maar we hebben niks gekocht, want we konden niks leuks vinden. We hebben namelijk best wel een groot balkon. En we vinden het dus heel leuk om daar iets op te zetten. Maar ja, het is best lastig om iets te vinden. En we weten het gewoon niet zo goed. Dus we hebben uiteindelijk niks gekocht. En ik was ook nog naar de stad geweest. Ik had gisteren volgens mij helemaal op school niks meer gefilmd. Namelijk best wel een drukke week op werk. We gingen naar het Rijksmuseum in Amsterdam en ik had ook schoolreisje. Dus het was best wel druk allemaal. En ik vind het namelijk ook gewoon wat leuker om soms in het weekend te filmen. Omdat jullie dat ook heel leuk vinden. Dus daar heb ik naar geluisterd. En morgen ga ik ook gewoon voor jullie filmen. Maar ik dacht, ik laat wel eventjes aan jullie zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb namelijk echt best wel leuke dingen gekocht. Nou, als eerst heel simpel een waterfles. Niet heel bijzonder, maar dat. Dan heb ik van die cadeautasjes gekocht bij de Primark. Want ik dacht, dat is wel leuk om daar een cadeautje in te doen. En toen zag ik een heel leuk topje bij de Zara. Voor de vakantie. Dus toen heb ik gekocht. Ik denk dat de kleur niet helemaal overkomt. Maar het is dus een heel mooi pastelgeel kleurtje. En de kleur komt helemaal niet over.
met een citroentje erop. Die vond ik wel echt super schattig. Heb ik dus bij de Primark deze gekocht. Dit zijn dus van die ja, BH'tjes, maar dan ook gelijk een hemdje. En ik dacht heel erg handig voor onder een jurkje. Want meestal draag ik daar een topje onder, omdat ik niet wil dat die inkijk heel heftig is. Maar deze is echt top. Ik heb hem wel in de maat S, zie ik nu. Maar ik denk dat het wel moet passen. Dus deze. Dan heb ik iets gekocht wat ik normaal echt nooit zou kopen. Het is ook niet echt mijn smaak. Maar zoals jullie weten draag ik best wel vaak van die lange jurken naar werk. En nu moet ik dus elke keer mijn Dr. Martens eronder. En dan is dat nog heel heet. Dus ik heb nu even van deze sandaaltjes gekocht. Ja, wel schattig. En dacht ik, dan kan ik die gewoon heel makkelijk onder een jurkje doen. Dus die gaan jullie volgende week echt wel voorbij zien komen. Want het wordt volgende week lekker 30 graden. Dan verder heb ik een bikini gekocht. Deze vond ik wel echt heel erg leuk. Met van die gouden ringetjes. Zo. Deze was ook heel goedkoop. En ik dacht leuk voor vakantie. En verder heb ik echt alleen maar troepjes gekocht. Nieuwe beauty blender en dat soort dingen. En ik heb dus Haarlemmer bruin met SPF 30 gekocht. Ik ben heel benieuwd of dit goed is. Dus die ga ik ook. Maar nu ga ik lekker met mijn vriend een film kijken. Good morning. Het is vandaag zondag. En ik had dus zo'n handdoekje geprobeerd van de Action. Zodat je... Ja, volgens mij zijn deze beter voor je haar. En het blijft dus ook heel goed zitten. Want ik heb net mijn haar gewassen. Dus dat is echt top. Ik ga me zo even klaarmaken. Want ik ga straks foto's maken. De laatste keer dat ik dat heb gedaan is echt super lang geleden. Maar ik heb er helemaal zin in om dat te doen. Dus ik dacht, ik was ook gelijk even mijn haar, want het was echt heel erg nodig. Oh, volgens mij ben ik heel bazig. Ja, dus ik dacht, ik was dan gewoon gelijk even mijn haar. Alleen ik heb dus nog geen outfits echt uitgezocht. En dat moet ik eigenlijk nog wel eventjes doen. Ja, waarom stelt die camera deed het niet scherp? Oh, daar komt hij weer. En zoals jullie weten heb ik dus mijn extensie uitgehaald. Dus ik vind dat wel echt veel minder mooi op de foto's. Maar ja, ik moet het er maar gewoon eventjes mee doen. Ik heb ook ongelooflijk veel haaruitval. Maar ja, het is gewoon weer heel erg wennen om mijn oude haar terug te hebben. Zo, en ik heb dus nu deze blauwe broek aan. Ik dacht dat is misschien wel leuk om daar een foto mee te maken. En ik heb dus ook een pakketje van Lovies. Dus die wil ik eigenlijk eventjes openmaken. Zal ik dat nu maar gelijk even doen. Maar misschien zit daar ook wel iets in. Wat ik dan aan wil doen. Helaas doet Lovies niet meer met kortingscodes. Dus ik heb geen kortingscode voor jullie. Maar ik hoop dat jullie het alsnog leuk vinden dat ik dit dan laat zien. Maar toen zag ik dus deze. En ik vond deze zo leuk. Met strikjes aan de voorkant. Ik zag het helemaal voor me. Die strikjes trend is natuurlijk ook helemaal in. Dus boven deze broek is hij natuurlijk vreselijk. Maar kijk hoe leuk dit jasje is. Zo, met die strikjes. Dus hier ga ik denk ik ook wel even een outfitje bij bedenken. Of misschien doe ik deze wel als eerste aan. Nou, dan heb ik echt fantastische oorbellen. Deze, die vind ik echt heel leuk. Heel erg leuk voor vakantie. Ik ga ze nu niet in doen. En dan heb ik nog twee topjes. Ik heb namelijk een roze topje. En die doe je dus zo aan. En dan zit dit nog om je nek heen. Ja, het ziet er nu een beetje gek uit. Maar ik vond het er echt heel leuk uitzien op de foto. En ik heb nog een zwart basic jurkje. Ik wist niet of ik een S of een M moest nemen. Gelukkig heb ik een M genomen. Dat is namelijk dit basic jurkje. Heel cute. Dus dat zijn de items. En ik denk dat ik nu eventjes deze aanlaat. En dan ga ik me even klaarmaken. Ik heb niet meer echt heel veel tijd om te ontbijten. Dus ik dacht, ik ga even een shakey maken. En dat laat ik even aan jullie zien. Eerst heel even één luchtje opdoen. Ik doe dat zadig en Voltaire. En dat mix ik dan met Sol de Janeiro. Nou, dus geen ontbijtje, maar even een shakey. Ik doe namelijk proteïnepoeder, bosbessen. Ik bedoel blauwe bessen, jeetje. En melk. En dan doe ik het eventjes mixen. En dan ziet het er zo uit. Het is echt heel lekker en heel vullend. Dus dit ga ik even snel opeten. Wat goed van jou. Nou, wij zijn lekker foto's aan het maken. Ja, we zijn foto's aan het maken. Gerdy zit hier in een naakje. Ja. Letterlijk. En we moeten natuurlijk ons omkleden. We hebben net echt... Ik had een heel leuk panterding aan. Die heb ik natuurlijk al laten zien.
En die foto's zijn denk ik echt heel goed gelukt. Kunnen jullie binnenkort verwachten. En nu, omdat het echt zo lekker weer is, dachten we even een leuk zomers outfitje. Ik heb ook mijn laarzen meegenomen. Ik dacht, doe eens gek. Cowboy laarzen. Broek uit. Ik geef me dat ook wel heel leuk. Ja, leuk, leuk. Wacht, het is echt zo fel licht. Ja, je loopt een videootje, weet ik. Ja. Even leuk. Nou, wij hebben net lekker wat foto's gemaakt. Mijn camera draait dus de hele tijd zo om. En wij zijn nu bij de McDonald's. Woo! Anders dan werden we te hongerig van al dat foto's maken. Hungry. Is deze cola? Ja. Voordat hij omvalt over je witte broek. Ik dacht, ik ga hem vast. Oh, heerlijk. 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 Nou, we hebben wel al wat goede dingen gemaakt. Toch? Weet je überhaupt dat je met mij bent? Dus ja, 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 ik had het al verteld. Stel je even voor. Ik ben Gerianne, 25 jaar, woon in Leiden. En ik heb eigenlijk... Ja, net, geen leven, nou gaat ze bij mij om. Ja, nou, dat is helemaal niet waar. Ik ben helemaal into skincare en business en ondernemerschap. En ik heb volger. Gerianne Reuvenkamp. Ja, maar ik zal het er wel even inzetten. Oh. Dat is makkelijker. Ja, ik heb nu toch al door die video. Nee, ik zou het super leuk vinden als je even liken, abonneren en ook eventjes commenten. Ja. Iets liefs wel. Nee, ik krijg eigenlijk bijna nooit haatcomments. Nee? Echt bijna nooit. Oh. Nou, heel veel, dan even vanuit ons compliment naar jullie toe. Dat is toch ook lief? Ja. Bedankt voor alle lieve berichten. Ja, dat is toch lief? Ik bedoel, er mag wel een beetje meer liefde verspreid worden in deze wereld af en toe. Ja. Echt. Maar misschien is het leuk om een vraag te stellen aan ze. Waar komt het? Misschien leuke wat vakantiebestemmingen. Ik ben natuurlijk wel recent op vakantie geweest. Ja, of waar komen jullie vandaan? Ja, dat is ook leuk. Ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Leeftijd? Leeftijd of waar komen jullie vandaan? Ja. Nul reacties. Niemand die het wil zeggen. Jawel. Oké, nou, hij gaat rijden het om, maar dat komt straks goed. Ik wil eten. Ja, eten. Zo, ik heb er aardig wat saus in gedaan. Ja, dus één zoetzuur. Oh ja, bij 9 krijg je 2 zoetzuur eigenlijk. Ja. Nee. Welke saus nemen jullie bij je McDonald's? Ja. En wat bestellen jullie bij de McDonald's? Wij waren nu lekker simpel. Nuggets. Oh, daar heb ik echt heel veel zin in. Nou. Nog zin in die friet ook. Dan voel ik weet wat het is. Weet je wat het ook is van mij te merken? Hier is wel echt mooi licht. Oké, nou. Ik heb echt de hele ochtend foto's gemaakt. En wij gaan nu samen naar de Quantum om een tuinset uit te kiezen. Want gisteren was een beetje mislukt. Maar vandaag is een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zit er tussen? Let's go. We gaan even naar de Quantum en de Jisk en zo. Kijk, zoiets vind ik dus best leuk. Zo'n bank. Is wel mooi. Ja, dat is top. Ja, maar hebben we nog mega veel ruimte over? Heel leuk, zo'n pallet. Nou, wij zijn geslaagd. De hele achterbak ligt vol. Maar we hebben dus 2 palletbanken gekocht. En nou, we hebben eigenlijk de bank hebben we dan bij de Quantum gekocht. En de kussens hebben we bij de Leen Bakker gekocht. We hopen dat het past. Dat gaan we zo meteen kijken. Ja. Maar we vonden de kussens van de Leen Bakker wat leuker dan die van de Quantum. Dus we dachten, nou, dan leggen we die daar gewoon op. Dus we hebben 2 palletbanken. En die kunnen we dus aan elkaar schuiven. Maar ze kunnen we ook los van elkaar doen. Maar deze heeft geen pallet. We hebben geen pallet. Maar deze heet ook een palletbank. Ja, het is niet echt maar een pallet eigenlijk. Het is niet een pallet. Nee. Die andere was wel een pallet. Oké, wacht. Ik ga even een foto laten zien. Ze noemen dat zo... Oh ja, ze zegt ook loungebank. Dat is een loungebank. Ja, dit. En dan met kussens erop. Zo ziet het eruit. Lekker. Tas. Nou, dit is dus ons balkon. Heel saai. En we gaan dus nu die setjes daarop zetten. Maar dit is denk ik wel... Ja, hoeveel meter zou het zijn? 7 meter lang? Ja, dus we gaan het nu even erop zetten. Let's go. Hier ligt nog de was. En dan gaan we. Let's go.
avond. En we hebben de tuinset, dus tuinset, balkonset helemaal in elkaar gezet. We moeten nog even kijken hoe we het precies willen. Want we vinden dit hoekje een beetje moi. Dus misschien gaan we het nog uit elkaar zetten. Maar het is in ieder geval in elkaar gezet. En deze kleedjes zijn van de Action. Ik heb er eigenlijk nog eentje. En we gaan dus nu, als verrassing, uit eten. Dus ik heb even een ander jurkje aangedaan. Want ik dacht dat is wel leuk. Gewoon even mijn tasje. En dan gaan we lekker uit eten. En ik hoop dat jullie het dus leuk vonden dat ik zoveel heb gefilmd. Want normaal film ik natuurlijk niet zoveel in het weekend. Maar ik hoop dat jullie dat dus leuk vinden. Dus dat eigenlijk. Ik ga even een nieuwe batterij in mijn camera doen. Zodat ik zo... Of ik zal ze met mijn telefoon even filmen. Ik film zo wel even met mijn telefoon. Maar ja, helemaal zin in. Nou, wij zijn weer terug van het uiteten. Het was echt heel lekker. Het is een tapasrestaurant hier in de buurt. In de buurt, dat zei ik heel raar. Nee, het was echt heel erg lekker. En ik ga nu mijn make-up eraf halen en slapen. Morgen werken. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!